Korpschef Roberto Prade heeft in zijn periode als waarnemend korpschef drastische veranderingen gebracht in de organisatiestructuur van het Korps Politie Suriname. Prade is vandaag officieel beëdigd en geïnstalleerd door president Desiree Bouterse. De veranderingen zullen ertoe bijdragen dat het korps beter zal functioneren, motiveerde hij zijn aanpak. Tijdens zijn toespraak ging hij in op de 3 urgente maatregelen die zijn genomen. Deze veranderingen hebben te maken met het HRM-beleid, het wagenpark en het beheersen van de criminaliteit. Dus wat wij hebben gedaan de afgelopen periode is om de beleidsdomeinen die we hebben geïdentificeerd, daaruit hebben we dan een top 3 gemaakt en HRM is er één van. HRM loopt dwars door de organisatie. Ik ben mij ervan bewust. Althans, ja, ik, de hele leiding, we zijn ons ervan bewust dat een zuiver HRM-beleid binnen een dergelijke organisatie bijna not done is. De aard van deze organisaties verdraagt zich er eigenlijk niet mee. Maar we kunnen wel heel veel elementen van HRM gebruiken binnen deze organisatie. Per lot van rekening gaat het om mensen en je moet de mensen motiveren. Mensen moeten zich thuis voelen in de organisatie, waardoor ze ook kunnen presteren. Om het werk naar behoren te doen, was het noodzakelijk het beleid met betrekking tot het wagenpark te veranderen. Politiewagens worden nu beter ingezet, benadrukte de toppolitieman. We hebben laatstelijk nieuwe voertuigen gehad. Hoe gaan we met die voertuigen om? De voertuigen moeten zo lang mogelijk mee, maar de samenleving kijkt. De voertuigen zijn met belastingmiddelen aangeschaft. Wat doet de politie met de voertuigen? Helaas moet ik aangeven dat 2 voertuigen, waarvan 1 totaal los, ander moet worden gerepareerd. Maar het zijn allemaal zaken waarmee we moeten delen. Belangrijk is dat voor wat betreft de structuur bedrijfsvoering, dat wij zwaar daaraan gaan trekken, zodat het wagenpark onder andere, dat goed gemanaged wordt, zodat de voertuigen voor een lange periode gegarandeerd kunnen zijn voor de samenleving. Korpschef Roberto Prade, die vandaag na zijn beëdiging uitleg heeft gegeven over de nieuwe maatregelen die zijn genomen om het korps beter te laten functioneren.